Het is een heerlijke plek. Eigenlijk het moment dat je hier door de hekken loopt, word je overvallen door een enorm gevoel van rust en warmte en ja, troost. Het maakt helemaal niet uit wat je achtergrond is, maar het gevoel wat je krijgt hier, dat is echt alsof je bij de moeder thuis komt. We zijn hier op het heiligdom, Onze Lieve Vrouw ter Nood. En we zijn hier bij de Genadekapel. En dit is dan eigenlijk echt de plek waar rond het jaar 1400 het houten Maria-beeldje gevonden is. Dus echt dus het begin van het heiligdom hier in Heilo. Er was toen een boer aan het spitten en die vond een houten beeldje. En dat bleek een Maria-beeldje te zijn. En in diezelfde tijd, toen was er een schipper op zee. En die was met koopwaren, was een koopman, was op zee en er was een hevige wind, sterke wind en hij was bang dat hij zou vergaan. En die hoorde toen een stem die zei van als je mij gaat eren zal de wind gaan keren. Die stem herkende hij als de stem van Maria. En hij is dus gered en hij wilde wel wat doen voor de kerk. En toen zei die pastoor, misschien is het een mooi idee, want de plek waar het Maria-beeldje is gevonden, om daar een kapelletje te bouwen. Dus heeft dus die koopman eigenlijk geld gegeven om hier het kapelletje te bouwen. Mijn oma kwam hier altijd al en die dronk elke dag water uit deze put. En die is met het water uit de put is ze bijna 100 geworden. In het jaar 1713 waren de mensen hier te bidden, omdat het vee had de veepest. En ze waren dus tot genezing van het vee, tot Maria. En toen ging de put die dicht gedempt was, die begon water te geven. En dat water hebben ze aan het vee gegeven en het genas daarvan. En sinds die tijd ja, komen dus veel mensen ook altijd hier om water te putten uit die bron. Ik kom niet vaak, maar daarom neem ik ook heel een aantal flessen mee. Dan als ik zie van het is op, dan kom ik weer. Want ik drink het. Ik weet ook dat ik een poosje ziek was en ik kwam hier. En ik ben het water komen putten en ik heb het gedronken en ja, ik ben genezen. Het is een heiligdom en dat ervaren mensen wanneer ze hier komen. Hè. Mensen komen natuurlijk inderdaad om water te putten, hè, waar mensen kracht uit halen en soms ook genezing inderdaad. Maar natuurlijk, we hebben hier dagelijks de heilige mis om 12 uur elke dag. Daarvoor bieden we de rozenkrans. Elke dag is hier wieggelegenheid tussen 2 en half 4 en dat is ook heel fijn. Mensen kunnen zonder afspraak hier altijd komen. Elke dag is hier een priester. Veel mensen zijn na afloop van de mis nog gekomen om een speciale zegen te vragen voor allerlei intenties en noden. Daar zie je ook weer aan dat mensen hier, veel mensen met hun intenties naar Heilo komen. Daar gaat mijn hart ook van open. Daar ben je priester van geworden, hè? Om mensen ja, op die weg nabij te zijn en hen daar in de steun van het geloof. En heel in het bijzonder op deze plaats natuurlijk ook de steun en de voorspraak van Maria toe te zeggen en toe te bidden. Ja, dus het is echt een plek waar je op verhaal kan komen eigenlijk. Waar God kracht schenkt, genade schenkt.